Hallo mensen van The This Gaming Show, mijn naam is Erik en we gaan weer verder met Grand Theft Auto San Andreas. Waar we gebleven zijn, het is even een tijdje terug. Ik ga er nou 2 achter elkaar opnemen. Als ik tijd heb ook misschien wel 3. Dus er komen sowieso weer nieuwe online. Laten we direct gaan beginnen bij Sweet. Ik heb trouwens het probleem opgelost met de wapens. Kijk, ik kan bovenin zien, ik scroll. En die doet het dus ook weer. Even een instellingje veranderd en alles draait weer zoals normaal. Dus drive-through. Respect has to be earned, sweet, just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Hey, man, what's going cannot on? Live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, what you fools trying to eat? That's what wrong. About some tacos? Tacos again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Carl, you dry. Smoke look like he gonna pass out. We mogen naar geen idee waarheen. Zien we dan alweer. We gaan. Zet de in-game geluiden iets zachter. Sorry, lantaarnpaal. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Yeah, yeah. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Die remmen, die klinken altijd hetzelfde. Oh, de clucking bell. We gaan dus toch voor de kip. Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Yeah, yeah. Hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Take the package, yeah. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Burger shot? Heeft hij nou een burger shot dingetje hey, daar? We zaten bij de clucking bell. Ja, zie je wel. Veel. Oh ja. Hoppa. Maakt jullie helemaal kapot. En wie gaat die lantaarnpaal weer betalen? He, dat kunnen wij weer doen van onze belastingcenten. Ik ben ook wel trek te krijgen op het moment. Oh, die gaan we zelf dood hoor, let maar op. Niet! Oh shit. Er loopt nog eentje rond. Of twee, daar. Hoppa, was dit de missie nou? Damn, that was some serious shit. Nee, yeah man, those ballin' fools won't try that again. Was alleen de fuck aan zo. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. I'm on. Oh man, that fool filled a hole. Nou, het rijden gaat ook niet lekker, man. Next time you better start blast or I'ma blast you myself. Smoke you wide, man. I mean wide. And that's why you love me, baby. Ja, 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 die teksten. Alleen nog geniaal en geniaal. You tripping. Don't make me sweat you for that reaper, homie. That's one up for the grow. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later.
Oh, ik moet ze ook nog naar huis gaan rijden. Oké. Okay. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all. You hit? But the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. It's romantic. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Smoky smoke on smoke. Ik vraag me af hoe een ouder zijn kind smoke kan noemen. Ja. Waren de ouders eventjes aan het roken terwijl moeder lief aan bevallen was? Ja, ik zou het niet weten. We gaan deze opslaan, dan stoppen we weer voor deze aflevering. En dan neem ik er direct een achteraan op en die krijg je dan morgen te zien. En dat is op maandag natuurlijk. Deze auto gewoon bewaren. Het is niet de mooiste, maar eigenlijk hebben we altijd een garage. Die moet ook niet leeg staan, want dat kost alleen maar energie. Ach, god. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I want a nagging, I buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Okay, we kunnen dus nu ook naar de gym toe. Okay. Nou, dan gaan we daar de volgende keer heen. Met een missie, dat beloof ik. Een missie en we gaan trainen. En vet vreden. Nee, we gaan niet vreden. Deze sla ik op. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ik zie jullie morgen met een nieuwe San Andreas. Hoi!